Deelnemers, start vrij. Tuigmakerij, Harry van der Bosprijs, een begrip. Niet alleen in de rassportwereld, maar in het hele noorden. En we gaan met de paarden achter de startauto. De favoriet is paard nummer 6, Elliot River. Bas Krebas was al normaal gesproken wat aanvallender gaan rijden dan de laatste keer. En we gaan zo dadelijk zien hoe dat er dan uitziet. Nog 150 meter. Auto versnelt. Nog 50 meter. De start is gevallen. Strijd om de leiding. Rob de Vlieger doet inderdaad mee en komt in het derde spoor naar voren met zijn Elegance Fanatic. Elegance Fanatic, de speed dus die in de sweepstakes tot het laatst bewaard werd, die wordt nu volledig aangesproken op weg naar de eerste bocht. Maar het is wel zo dat de Vlieger de leiding neemt. Tweede plaats erachter, Bowtown Lion. En derde aan de binnenzijde is Angie Meadow. En kijk eens aan hoe mooi dat gaat lopen voor Rob. Aan de buitenzijde komt de grote favoriet en die mag gewoon overnemen. En dan wordt het zo dadelijk op speed beslist tussen de paarden 6 en 5. Of er moeten hele rare dingen gaan gebeuren. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Elliot River mag daar zomaar overnemen en heeft daarmee normaal gesproken een hele goede kans om hier de tuigmakerij Harry van de Bosprijs te winnen. Lengte voor, maar Elegance Fanatic met dat stukje speedje kan er nooit gerust op zijn. Daarachter volgt dan Bowtown Lion en aan de buitenzijde komt daar naar voren Ilke Kruis met zijn Be My Luck. Dan aan de redingzijde Angie Meadow met verderweg in het veld en dat zei ik al, die gaat koers op maat krijgen. Paard nummer 9 Blacky Blue. Achter deze paard aan de binnenkant, Kramer Flevo, die zal dan nog wel even daglicht moeten zien te vinden. Wordt afgeschermd door Cabina's Girl en nu ook door de aan de buitenzijde opkomende Chubby Bobber. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En het is daar nog altijd als een groot vorst aan de leiding, paard nummer 6, Elliot River. Elliot River echter voelt wel de hete adem in de nek van aan de buitenzijde opkomende Be My Luck. En aan de binnenzijde ook van paard nummer 5, Elegance Fanatic. Daarachter is er dan Blacky Blue. En achter Blacky Blue eigenlijk een tweede pelotonnetje aangevoerd door Cabina's Girl, die helemaal geen onaardige koers loopt tot op dit moment. Bowtown Lion aan de binnenzijde en aan de buitenkant meldt zich nu driedik Chubby Bobber. Westenbrink kijkt eens opzij en ziet dat hij nog altijd met Blacky Blue op die rug kan blijven zitten van de voorganger. Maar er nu toch achter vandaan komt en het derde spoor kiest als de paarden zo dadelijk afkoersen op de laatste rechte lijn. Elliot River heeft nog altijd de leiding in handen. Aan de buitenzijde echt uitgeschakeld aanval nummer 4 van Blacky Blue. Maar Krebas gaat daar niet op wachten en neemt nu de vlucht. Maar Rob de Vlieger die probeert uit de wind te komen en die gaat nu naar het tweede spoor in de achtervolging op de koploper. Maar Blacky Blue in het derde spoor doet ook nog goed mee. Mooie strijd. Elliot River, Blacky Blue en Elegance Fanatic daartussendoor. Niets te kiezen. Drie paarden op één lijn. En wie wint het dan? Oh, Krebas. Ternauwernood. De 6, de 5 en aan de buitenzijde de 9. Zo lijkt het althans. Maar de aankomstrechter heeft het laatste woord. Officieel Elliot River wint in 1.17.3. 1.17.3 dus voor Bas Krebas en Elliot River. Hij zei het al van tevoren. Elliot River liep hier goede koersen. En Bas Krebas vorig jaar de kampioenstrainer hier op de baan in Groningen. En laat dat vandaag weer zien met de 2 zegens als trainer. Als je nog een klein stukje doorlopen, dan staan we precies voor de luidspreker. En dan gaat al het geluid rondzwingen. Want je kreeg de kop eigenlijk heel makkelijk van Rob de Vlieger. Ja, die gaf me de kop af. Vandaar vond ik dat ik de laatste bocht ook wel door moet rijden om Rob ook weer een kans te geven. Kijk, het werd nog even spannend. Kijk, als ik blijf zitten zal het waarschijnlijk de overwinning makkelijker zijn. Maar ja, daar komt Rob er niet uit. En dat vond ik niet sportief om te doen. En sportiviteit hoort er ook bij, maar je moest wel heel wat doen. Je begon behoorlijk te werken op het zitje. Ja, daarom het werd close. Dus die van Rob liep ook fantastisch. Ja, het werd heel close. Ik moest er zeker hard voor werken. En deze Elliot River, die was 4, hij gaat weer de jaarlijkstop opzoeken? Ja, over 14 dagen loop je een Wolvenga-criterium. En dat zullen we wel afwisselen met hier Groningen als het uitkomt. Nou, dan zien we hem op 14 mei graag weer terug. En Elliot River heeft nog genoeg zin, ja. Dus ga lekker voorrijden. Dan vertel ik u dat de Elliot River een 4-jarige bruine ruin is van Incredible Crafts uit Tennessee River. Gefokt door Aad van Schie en mevrouw Jongeneel. Met ons eigendom van Thomas Hoebers stal Tom.
getraind en gereden door Bas Krebas. Vorig jaar al goed hier op de baan, Elliott River. En doet dat dit jaar opnieuw. Dus over 2 weken in Wolvega kunt u opnieuw zien op Victoria Park. En daarna wellicht over een paar weken op 14 mei hier weer op de baan in Groningen. Laat u horen voor de winnaars van de tuigmakerij Harry van der Bosprijs, Elliott River en Bas Krebas.